Goedenavond, dames en heren. Welkom bij VandaagRitter.nl. Vandaag ga ik een video maken met veel informatie voor iedereen die in paniek is geraakt door de laatste daling. Nogmaals, het is niks aan de hand. Helemaal niks. En we gaan eigenlijk een video vandaag maken rond van diegene die goud, zilver, aandelen, accijnen of crypto of een bitcoin verkopen om naar een stable coin te gaan of naar de dollar. En we gaan even kijken of even onderzoeken als dat de eerste beslissing gewoon de beste beslissing is. Nou, mijn mening is eigenlijk niet, omdat iedereen die in de crypto wereld zit is om geld uit te halen, uit te halen van de markt, of meestal is om jezelf te beschermen tegen de fiat geld. En nu gaat iedereen gewoon zich beschermen in stablecoins. Die zijn gedekt door niks. Omdat de USD, het is helemaal gedekt door niks. Zelfs die USDT van Terra, dus van Luna, die werden eigenlijk gedekt door Bitcoin. Mijn mening is, het is geen goede dekking. Omdat je gaat gewoon een backup maken over een cryptomunt, over een activa die echt volatiel wordt. Dus het is eigenlijk niet slim. Dus ik heb weer een huiswerk gedaan. Veel van die informatie. En ik wou eigenlijk jullie laten zien. Het is alles aan dalen. Dus het is niet alleen maar. Het is niet alleen maar puur de cryptocurrencies. Bitcoin of Ethereum of Cardano of veel andere. Het is alles aan dalen. Dus alles. En wat ik zeg, alles is alles. Maar ja. Even kijken. Ik had hier genoteerd. Veel mensen, kijk. We zaten echt een paar dagen geleden boven de 35.000 dollar. En je zou daar denken van, kut, ik heb daar niet verkocht. En dat is echt heel jammer. Ja, inderdaad. Het is heel jammer, omdat hier had ik jullie gewaarschuwd om me gewoon verkopen. Als jullie niet bereikt waren voor een daling. Dus hebben jullie mijn mening gevolgd? Nogmaals, ik heb helemaal geen financieel advies. Dus ik ben niet aansprakelijk over je eigen beslissingen. Dus heb je geld kwijtgeraakt of donaties gedaan. Je crypto's verbrand. Je crypto's ergens gewoon verkocht of gekocht. Ik ben niet aansprakelijk voor jouw problemen. Nogmaals, ik ben een Spanjaard. Een arme jochie die geen idee over crypto's heeft. Ik laat even jullie dat beoordelen. Dus volgens mijn Telegram kanaal. Ik heb jullie op tijd. Echt op tijd gewaarschuwd tegen grote dalingen. En nog gewaarschuwd tegen grote stijgingen. Dus rond 9 november gewaarschuwd en gezegd. Rent voor je leven. Er wordt een bearish patroon door een bearish divergentie. Die werd bevestigd. En bevestigd zeg ik toen de ADX een negatieve directionaliteit heeft. En de monitor ook een negatieve directionaliteit krijgt. Zo ongeveer als hier. Als hier. En als hier. Maar ja, dit is een ander geval. We gaan even een korte herinnering maken van de laatste video. Ik zei ook nogmaals in de loop van de dagen. Vorige week heb ik helemaal geen video gemaakt. Maar op Telegram ben ik wel dagelijks actief. Behalve zondagen en maandagen, dan ben ik gewoon mijn eigen feestdagen. Dus een beetje weekend verkopen, kopen, wat moeten jullie doen? Maar ja, ik ga even een korte herinnering maken van de laatste video. Volgens mij, wacht eens even. Ik even deze scherm delen. Was deze? Denk ik wel. Oké, ik ga even volume iets harder. Ja. Omdat we gaan omhoog. Nogmaals. De prijs momenteel is 38.900 dollar. Stel dat wij dicht bij de MA komen. Wees niet dom. Bescherm je positie. Iets onder. Deze is de point of control. Die zit op 39.100 euro. Dollar, kut, ben ik vandaag, het is vrijdag, sorry. Kijk, point of control. Dan gaan we even goed proberen. Point of control, 39.114 euro, dollar, kut. Dus
En stel dat de prijs stijgt tot de EMA of daar zo dichtbij. Even de stop. Luister goed, omdat het titel van deze video was: verlaat het schip modus in 2 weken als Bitcoin niets doet. Dus daar zet ik iedereen waarschuwen van. Als Bitcoin gewoon op hetzelfde range blijft. Dat was een bullish patroon. Maar de prijs in plaats van stijgen was nog aan dalen en viel in een range. Dus in zijwaarts. Ik was een waarschuwer van als de nulpunt wordt geraakt door de monitor en de ADX blijft zo gelijk. De hoogste kans is dat de gewone prijs gaat dalen. Dus en daar, precies 27 april denk ik was, 7 weergaven. Dat vind ik heel jammer, omdat veel mensen kon eigenlijk hun eigen kapitaal redden. Maar kijk, wat was mijn advies? Stoploss of stoplimiet op de point of control zetten. En stel dat de prijs dit doet, dan ga je automatisch naar euro's. En dan ga je 2 euro's doneren aan Vandaag Crypto als bedankt cadeautje. En stel dat de prijs een doorbraak steunt en gaat omhoog, dan moet je alleen maar gewoon je stoploss dat doen. En dat, deze uitleg, het is, kijk, nogmaals, het belangrijkste punt. Point of control. 39.114 euro, dollar, kut. Dus stel dat de prijs stijgt tot de EMA of daar zo dichtbij. Even de stoploss of stoplimiet op de point of control zetten. En stel dat de prijs dit doet, dan ga je automatisch naar euro's. En dan ga je 2 euro's doneren aan Vandaag Crypto. Dat was het belangrijkste punt. Het gebruiken van de stoploss of stoplimiet. De prijs had wel een beetje gestegen. Even kijken. Niet veel. Maar dit was, even kijken, 27. Ja, je hebt eigenlijk, kijk, 27. Ik maakte die video, wacht eens even. Escape. 27 april. Toen zaten we daar. Dus heb je de mogelijkheid, hier en hier, om je stoploss of je stoplimiet op de inkoopprijs zetten. En met de grote daling 5 mei. Je zou eigenlijk hier naar een stablecoin. Gewoon automatisch naar een stablecoin euro's. Of weet ik veel, wat heb jij gekozen. Of een Pax G. Maar dat was onze slechte scenario. En als jij mijn video had bekeken. Tenminste alleen maar door deze advies heb je vandaag echt een korte daling. En daar zijn die stoploss en stoplimits voor bedoeld. Had je alleen maar maximaal een 3,5% verlies. In plaats van ongeveer een 13%. Dat scheelt. Omdat een 10% heb je nu vandaag hieronder meer geld om te gaan kopen. Maar ja, dat was toen. En omdat wij niks kunnen van weten wat zal gebeuren. Kijk, mijn prognose en projectie zijn niet... Kijk, ze wil ook de video volgen. Hè? Kijk, mijn projectie is nooit 100% effectief. Geen analyse of geen YouTuber of geen analist heeft een projectie of analyse met gewoon 100% raakt. Dus mijn prognose en projecties worden gebaseerd om jezelf, je werkkapitaal gewoon beschermen tegen je slechte scenario. En daarna, als de prijs stijgt, dan is iedereen gewoon blij en dan gewoon stoplimits verhogen en genieten van het leven. En dat zeg ik ook 27 april. Kijk eens. Bedankt cadeautje. En stel dat de prijs een doorbraak steunt en gaat omhoog, dan moet je alleen maar gewoon je stoploss dat doen. Iets onder de EMA als het dat gebeurt. Ik hoop dat het duidelijk is geweest. Excuses. Dus, ja. Wat hebben we hier nou? Echt een grote daling. Misschien is dat op 4, Gritem 4. Waar is die? Ik ga hem vandaag niet vinden. Nee, natuurlijk niet. Maar kijk, met zo'n bord. Nou, wat wil ik kopen? Ik heb al... Ja, dat is 7 days. Nou, laatste week, dat kan niet. Nou, zo. Geüpdated. Nou, het is een 18% de laatste week. Dus 18% minder. Nou, wil je ook een paar brokken? Nou, vraag maar even voor een donatie.
Gewoon voor een blikje of voor brokken? Ja? Ja? Nee, of niet? Nou, nogmaals. Het is, alles is gewoon in rood. En voor diegenen die deze ja doen, zeggen ze dat nou bij de dip en bla bla bla. Ik zat ook samen met jullie. Op dit gebied had ik een 20% bijgekocht. En ik maakte een video 27 april over de schip verlaten. En het gebruiken van de stoploss en de stoplimits. Maar de nulpunt werd niet geraakt. Ik heb wel 4 stoploss, die gingen wel af. Dus 4 stoploss die wel gewoon geactiveerd werden en wel effectief zijn geweest. Maar ik zei ook anderzijds dat 100% uit de markt zijn, het is ook nooit goed. Het is geen goede optie, 100% in een fiat geld. Dus wel een goede verspreiding, fysieke geld, aandelen van goud, weet ik veel. Goede projecten zoals Cardano, Ethereum en Tron, Tezos, Litecoin, Solana, Mana bijvoorbeeld. BNB, gewoon Binance Coin, moet je altijd hebben. Cake bijvoorbeeld, Uni. Van dit soort projecten eigenlijk moet je altijd hebben. Dus alles verkopen is al geen optie. Omdat als jij hierboven niet verkocht hebt, wat wil je hier nou verkopen? Hier moest je verkopen, niet hier. Dus het is alles gewoon puur psychisch eigenlijk. Het is, we maken fout als mens. En ik ga je laten zien, het is deze daling of het verlies, die kon je draaien, heeft helemaal niks te maken met crypto's. Heb je bijvoorbeeld, kijk, er is iets groter eigenlijk die erachter aan het spelen is. Dus het heeft helemaal niks te maken met Bitcoin. Het heeft helemaal niks te maken met de crypto's. Er is iets groot achter deze daling. Dus echt een goede reden. En ik weet de reden niet. Ik kijk de nieuws niet. Ik hou gewoon van het leven. Ik hou gewoon van leven laten leven. Dus het maakt mij helemaal geen reet uit wat er op tv wordt gezegd. Maar ja, kijk, we gaan even. Waarom niet? Old Futures, volgens mij was dat. Kijk, goud is aan dalen. Eigenlijk een waardevaste activa. En dat geldt ook voor, dat is eigenlijk de futures voor goud. Maar dit bepaalt ook de prijs van fysieke goud. Dus goud is aan dalen. Dus stel dat jij bitcoin hebt verkocht om een goud gaan kopen, omdat waardevast is of zo, is ook aan dalen. En nog een voorbeeld. Wacht even, ga ik even een kleurtje geven. Blauw. We gaan nog een andere zoeken. US 500. Ik hou eigenlijk van iets anders. Ik denk deze zo. Kijk, ga even een kleurtje geven. Dat is de SP 500. Die is ook aan het dalen. Dus, ik ga even Bitcoin verder kopen. Omdat misschien aandelen zijn nog veiliger. Ook niet. Ook niet. Ze gingen ook met de daling van Bitcoin mee. Dus naar beneden. Hierboven heb ik ergens ING. Ik heb een kennis die alles 100% in ING heeft zitten. Omdat, waarschijnlijk is ook klant van ING. En vertrouwt helemaal in ING. En weet je, dus hartstikke blij mee. Met alles wat daarin gestopt had. Maar in de laatste dagen heeft ook een flinke verlies gehad. Kijk, ING. Ik had het wel in de lijstje, maar ja. Nou, ING. Nou, ING is al langer aan dalen geweest. Maar kijk, die staat echt een daling van 40%. Nou, niet investeren in crypto zijn gevaarlijk, zeggen ze. We gaan nog een andere. Gaan we US 30. Dat is Dow Jones, als het goed is. Hier. En we hebben in een kleurtje blauw weer. Kijk, het is ook aan het dalen. Gaan we de Nasdaq. Even kijken, Nasdaq. US 100. Welke kies ik dan? Ik zal deze kiezen. Maar mij niet uit, denk ik. Ook in blauw. Kijk. Is ook aan het dalen. Oh. Gaan we bijvoorbeeld zilver.
zilver. Nou, zilver is ook aan het dalen. Dus, en nogmaals, ruwolie. Gaan we even ruwolie. Oil. Ja, zo was het. Ik heb het gewoon genoteerd. Hier. Ga ik ook een blauwe geven. Ja, en die ruwolie is ook 2 dagen aan het dalen geweest. Dus ik zeg, jongens, hadden we een vraag eigenlijk. Had ik een vraag op de Telegram-kanaal gesteld aan jullie. Wat denken jullie dat de volgende waardevast activa zou worden? Wat is de volgende waardevast activa? Als je moet van de crypto vluchten, omdat dit... Wacht even. Here first, Bitcoin is going to zero. Dus als jij van de crypto's wil vluchten, omdat we gaan to zero en alles was een bubbel, Bitcoin was een Ponzi-systeem, het is niet te vertrouwen, er zit Elon Musk erachter, weet ik veel wat. Dus waar ga je heen? Ga je naar euro's? Ga je naar dollar? Ga je in aandelen? Ga je in Facebook, Google? Of ga je naar de dollar? Of ga je naar... Tesla, nou, het is ook aan het dalen. Netflix, kijk, Twitter bijvoorbeeld, is ook aan het dalen. Nou, Netflix is al weken aan het dalen. Dus waar ga je heen? Wat is jouw strategie? En dat had ik gewoon gevraagd in een groep. Omdat ik had gewoon verwacht, als Bitcoin niets deed, als de Bitcoinprijs niet omhoog ging, dat ja, we zullen eigenlijk andere dingen gaan zoeken. Maar ja, even kijken. Ja, ik had al weken, sinds weken geleden, dus tenminste 27 april is ongeveer na 2 weken, bijna, gewaarschuwd van jij eigen beslissingen nemen. Of stoploss gebruiken, of stoplimits, of verkopen, minder risico nemen, gewoon betere verspreiden. Ik had tenminste een 40% in fiat zitten. En een 60% in de cryptomarkt. Van deze 60% in de cryptomarkt zijn alleen maar 4 stop los. Die zijn wel afgegaan. Dus ik had geen andere stop los meer. Maar ik hou eigenlijk niet van 100% automarkt. Dus ik blijf nog steeds met Bitcoin, Cardano, Ethereum, Solana, Mana, Tezos, Tron, Litecoin. Wat nog? Wat heb ik nog in mijn wallet zitten? Ga ik even kijken. Dus ik ga echt niet liggen. Ik ben gewoon transparant met jullie. Even kijken. Dat is voor spot trading, hè? Kijk, Solana, Mana, Matic, Uni, Bitcoin, Luna, Ethereum, Origin Protocol, Binance Coin, Sushi, Cardano, Litecoin, Tron en Neo. Dat heb ik voor spot. En de laatste 24 uur heb ik gewoon een 8,40% winst. Nee, het zou je niet werken. Die zullen gewoon al die bedragen zichtbaar worden. En voor Hold Wallet. Hold Wallet heb ik. Maar dat is echt voor de lange termijn. Dus die kan ik gewoon tot 2025 laten bijvoorbeeld. Heb ik Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Mana. Een beetje Shiba voor speculatie. Maar ik hou eigenlijk niet van de meme coins of shitcoins. Heb ik Tron, heb ik Bitcoin Cash. Heb ik Ethereum Classic, XRP, heb ik Polkadot, heb ik natuurlijk Bitcoin voor mijn kinderen, Tezos, een beetje Dogecoin, hetzelfde voorbeeld als voor Shiba, een beetje speculatie. Nog meer Ethereum Classic op een andere wallet, daar ben ik gewoon met andere dingetjes bezig. Binance Coin en nog meer Tezos. Dus eigenlijk... Dat is mijn wallet. Dus ik heb wel voor mijn hold wallet heb ik wel een 17% verlies de laatste 30 dagen. Dat kan ik wel laten zien. Dat zijn geen bedragen zichtbaar. Wacht even. Misschien kunnen jullie dat wel zien. Dus laatste 30 dagen min 17%. Maar kan mij niet schelen. Zijn hold fondsen. Zijn fondsen die heb ik al... maanden geleden gekocht. Dus langer dan 1 jaar geleden. Dus een 17% lager. Voor mij maakt helemaal geen verschil. Ook dat voor jullie ook niet. Nou, we gaan nog verder. De oorzaak van de daling heeft met crypto niks te maken. Dus
Misschien ben je nieuw in de cryptomarkt. Misschien ben je één jaar, twee jaartjes in de cryptomarkt. Ja, met twee jaar heb je wel winst gemaakt. Dat stond Bitcoin op 20.000. Maar het heeft deze daling met crypto niks te maken. Omdat nogmaals, gewoon herinnering maken. Kijk, goud is aan dalen. Die SP500, ING, heb je bijvoorbeeld die Dow Jones, heb je de Nasdaq, heb je de zilver, heb je gewoon de olie, alles is aan dalen. Dus de oorzaak heeft helemaal met crypto's helemaal niks te maken. Dus en als dat duidelijk is, dan gaan we naar de volgende stap. Nou, mensen gaat gewoon verkopen. En natuurlijk, dat zeg ik zelf niet. Kijk, deze rode kaarsen heeft te maken met een verkoopkracht eigenlijk. Dus iedereen is in paniek aan verkopen. Waar ga je heen? Ga je naar de dollar? En wat is de dollar? Is veel beter dan Bitcoin? Ga je goud verkopen of aandelen in goud of future contracts in goud verkopen omdat beter dan Bitcoin is? Ga je naar een stablecoin die gedekt is in Bitcoin zoals Terra? Het is ook ingewikkeld. Omdat ga je naar een stablecoin die gedekt is door de dollar, maar de dollar is gedekt in niks. Dus maak je eigen beslissing wel gewoon twee keer nadenken. Waarom? Kijk, ik zat hier met een 20% gekocht. Andere 20% heb ik nog van vroeger. Omdat had ik jullie gewaarschuwd natuurlijk even kijken. In deze grote daling, dus in november gewaarschuwd om verkopen. Dus ik heb natuurlijk crypto's hier verzameld. En heb je crypto's van nog andere perioden, natuurlijk. Maar voor de grote punten, toen had ik van, even kijken. Ik denk dat vanaf deze punt, van september naar achter, had ik helemaal geen YouTube kanaal. Dus vandaar over mijn verleden in de crypto's weten jullie helemaal niks van. Maar alles wat is hier gebeurd, weten jullie tenminste wel. Dus wel juist verkopen wat moest verkocht worden. Daarna deze patroon ook geraakt. Waar moesten we kopen en verkopen? En de twee verschillende scenario's in de golf 5. Uiteindelijk werd deze scenario en omhoog. Maar we hadden geen enkele scenario waar de Bitcoin gewoon naar beneden ging. In de golf 5. Geen enkele scenario waar bearish was. Ik was altijd gewoon zo. Dus dit kanaal is niet gebaseerd op dit. Dit vind ik echt belachelijk. Het doet pijn in mijn ogen. Als jij gewoon een video van 20 minuten, 1 uur hebt gekeken. En na het afloop van de video denk je van, ik weet nog steeds niet wat moet ik doen eigenlijk. Dus daar was gewoon alleen maar één pijl voor mij, was omhoog. En voor mij, in deze laatste periode, dat was voor mij een verzamelingsperiode. Gewoon een accumulatieperiode. Maar er is iets groots wat gebeurd is. Omdat heeft het met crypto helemaal niks te maken. En hier kunnen we zien dat alle strategieën zijn nooit... Dus alle strategieën gaan ooit fout. Op zich is eigenlijk geen fout. Omdat we hadden eigenlijk, en heb ik als bewijs laten zien in met het voorbeeld van mijn laatste video. Je had de mogelijkheid om hier uit te stappen en hier uit te stappen door midden van een stoploss of een stoplimit. Dus eigenlijk volgens mijn strategie, deze daling heb je niet meegemaakt. Maar ja, we zijn menselijk. We zijn gewoon mens. We maken fouten en 100% heb je die gekke Spanjaard niet geluisterd. Ik ook niet, dus 4 stoploss geraakt van de totale cryptos die ik had. Maar ja, even kijken. Ik denk mensen die cryptos gaan verkopen, gaan ze rustig vandaag naar bed. Denken dat, ik zit in een stablecoin. Nogmaals, je gaat crypto verkopen, aandelen verkopen, alles verkopen en ga je naar een stablecoin of naar fiat geld, yen, euro's of dollar. Maar als een recessie komt, dan gaat ook deze stablecoins die op zich stabiel zijn, dan gaan ze ook naar de kloten. Dus moet je zelf weten wat je doet eigenlijk. Even kijken. Sommigen denken dan ga ik naar een stablecoin dat gedekt is door goud of bitcoin. Maar ja, denk je dat als de dollar gaat zakken, denk je dat deze stablecoin precies dezelfde waarde gaat houden? Denk ik niet. Dat gaat niet op hetzelfde waarde blijven. Dus hetzelfde waarde blijven. Ja. Dus het is geen gemanipuleerde beweging.
die Bitcoin nu heeft. Omdat er is alles aan dalen op zich eigenlijk. Maar ja, de schuld is altijd van een Chinees. Je geeft altijd de schuld aan een Chinees. Misschien heeft andere Chinees gewoon een, weet ik veel, een belegde broodje met een viermuis gemaakt. Kan ook. Ik geloof het helemaal geen reet van die vleermuis. Maar ja, wie weet dat, hè? Misschien heeft er iemand zo'n andere vleermuis gepakt en er gewoon in een tosti gedaan. En dat heeft misschien deze daling veroorzaakt. Nogmaals, ik volg helemaal geen nieuws. Deze bullish divergentie, sorry. Het is een bullish divergentie zolang zo blijft. Ik kan zo blijven, ik kan zo blijven, maar ja. Dat moet eigenlijk een bullish, ja, moet niet, maar moet eigenlijk een bullish beweging hebben. Of tenminste tot de 50% van deze daling, dus rond de 34.000, daar in de buurt. Maar kijk, stel dat de prijs blijft dalen, dus deze rode golf hier beneden monitor als gelijk of iets lager komt dan deze, dat is geen sprake meer van een bullish divergentie. Dus daar, vandaar dat we moeten eigenlijk niet te vroeg instappen. Natuurlijk heb ik hier mijn boodschapjes gedaan. Dus meer Cardano bijvoorbeeld, meer Polkadot, meer Ethereum. Maar het is een 5%. Omdat dat is wel een plekje, een koopplekje voor mij. Kijk, hier zaten we rond de 40.000. Nou, ik maak deze, ja, ik ben een holder. Ik gewoon een macho man, met helemaal vol met haren, je borst met haren. Nee, ik ben holder. Met deze daling, iedereen die echt een valse holder was, is al weg. Al die 20x zijn al weg. Al die 30x zijn weg. Deze holder, de holder die koopt en zegt, nou, ik ga hier verzamelen, omdat ik kijk voor jaren. Als een echte holder is, dan is er nog steeds in. Maar deze beweging, het is eigenlijk een purificatie eigenlijk. Het is gewoon een... die wordt zuiver eigenlijk, de markt. Dus alle rotzooi, alle valse holders, ze zijn al weg. Of hebben ze verkocht, of zijn ze geliquideerd in futuresposities. Maar ja, nogmaals. Dat is een daling geweest van deze punt. Dus eigenlijk van de ronde 40.000 tot de 30.000. Dat is voor mij wel een plekje om te gaan kopen. Het zijn verschillen van $10.000. Daar kan je wel DCA doen. Daar kan je gewoon wel je portemonnee verspreiden. En als je hier bijvoorbeeld een 5% koopt. En hier weer een 5%. Of eigenlijk, een goede advies is, hier had ik een 20% gekocht in het bovenste puntje, maar ja, maakt niet uit. Maar als bijvoorbeeld tot 20.000 opkomt, nou, dan ga ik bijvoorbeeld een 15% kopen. En dan maak ik een gemiddelde prijs naar beneden. Als je helemaal in paniek bent, na één daling, betekent dat jij niet zo lang in de cryptomarkt bent. Ik kan nog mee herinneren, ik denk dat was 17 december 2017. Even kijken. Nog alleen maar voor jullie, hè, als voorbeeld. Nog even naar achter, nog naar achter, nog naar achter. Nee. Hier was dat. Moet je kijken, deze daling, hè? Dus hoe was de mensen daar? Daar was mensen aan het gillen. Echt mensen aan het huilen. Mensen om de hoek. Kijk, een daling van meer dan 65%. €13.000 daling. Toen de HTH was $20.000. $20.000 ongeveer. Nieuwe HTH op Bitcoin. 7 januari. Dus was in december niet. Was in januari. Maar ja, kijk. 17 december. Kijk, ik zeg het gewoon goed. 17 december 2017. Raakte Bitcoin 20.000 en kwam terecht naar $6.000. Wat zeg ik, wat probeerde ik nou te zeggen? In het geval dat deze daling, die daling die we vandaag hebben, zo groot moet zijn, we bevinden ons vandaag hier ongeveer. Zo is het. Maar daarna moet je nog kijken, vanaf de bodem tot de bovenste punt, die kwamen we nog omhoog met een 80%. Dus wat ga je verkopen? Ik vind het echt belachelijk. Als, kijk, en nogmaals, en dat gebeurt als jij gewoon nieuwe bent op de markt. Ik heb gewoon Bitcoin gezien dalen. Gewoon $20.000 op hetzelfde dag. Het is, als je in paniek raakt,
door zo'n daling van hoeveel? Hoeveel is het? Weet ik veel. Van $8,000. Wat ben je in paniek? Dat is heel normaal met Bitcoin. Dat is echt een herinnering van Bitcoin tegen alle iedereen die gewoon in deze kleine dalingen en stijgingen gewoon in de FOMO, in de FAT verkopen, kopen. Dat is echt een herinnering voor, moet je oppassen met Bitcoin. Omdat een beweging van $10,000 naar boven of naar beneden, het is heel normaal. Wat niet normaal was, het is gewoon echt de gelul die we hadden hier met $500,000 omhoog, $500 naar beneden, 100 omhoog, 1000 omhoog, 2000 naar beneden. Daar kunnen we helemaal geen geld maken. Je kan natuurlijk wel met vuurtjes 20x of 10x of 5x, short, long, maar zo maken we helemaal geen geld. Nu kunnen we geld maken. En Bitcoin heeft deze bodem niet doorgebroken. Als deze bodem wordt doorgebroken, dan kan ik je vertellen dat iedereen gaat denken van, het is het einde. Het is gewoon klaar. Dus vandaar, niet te vroeg instappen. Ik verwacht wel een terugslag omhoog, niet tot de 55 MA of niet tot de point of control. Wie weet, alles is mogelijk met Bitcoin, maar ik verwacht geen grote stijging. Wat ik wel tegen jou zeg, ter herinnering is, had je mijn laatste video gekeken, op deze gele lijn was je al uit. En vandaag ben je aan het kijken of voorbereiden. En kijken wat voor crypto's ga je kopen. Wat interessant is. Wat een goede patroon heeft. Dus dan heb je meer kansen. En dat kan je wel doen als je niet 100% in de cryptomarkt bent. Als je 100% in de cryptomarkt bent. Vandaag eer moet je gewoon je eigen geld. Dus meer eigen geld insteken. Maar als je niet 100% in de cryptomarkt bent. Dan kan je gewoon met je portfolio spelen, verkopen, kopen. Oh, dat nog $5,000. Dan ga ik meer kopen. 5% van de totale die je nog vrij hebt. Dus heb je meer speling? Kan je nog meer spelen? Kan je nog meer kopen als bijvoorbeeld tot $24,000 komt? Bijvoorbeeld, dat is geen echte scenario. Maar stel, nou, je ziet hier beneden. En je zou hier bijvoorbeeld een 10% kopen van je fiat geld. En dan kan je nog deze aankoop die waarde gemaakt, zelf ik ook, dan kan je gewoon een gemiddelde prijs maken. Hier bijvoorbeeld op 29.000. Hoe geweldig is dat? Maar ja, nogmaals, even kijken. Dus de meest zeker of verzekerd of met minder risico's is in de spot kopen. Even kijken. Ja, het probleem zijn de gevoelens. Ik ken ook iemand. Ik moet eigenlijk gewoon mezelf herinneren, wat wil ik zeggen. Ik ken ook mensen die een stoploss plaatsen. En oh, kijk, dat doen ze echt, hè. Dat doen ze echt. Oh, de prijs zit dichtbij van de stoploss. Ga ik even verlagen. Oh jezus, het raakt hem bijna. En het raakt hem bijna. En het raakt hem bijna. En zo maak je dom, eigenlijk, een 7% verlies. Heb je besloten, als je een positie geopend hebt, heb je gekocht, heb je besloten om je stoplimiet daar te zetten. Laat me zo. Omdat daarna speel je met gevoelens. Nee, weet je, dus misschien wordt mijn positie geliquideerd. Ik ga mijn stoploss onder deze onderste plekjes zetten. En weet je, dus ik hoop dat het omhoog gaat. Dat is gewoon mensgevoelens. Dat moet je echt niet doen. Oh, weet je, dus nee, ik ga hem hier nog om een pinbar te voorkomen. Ga ik even nog lager zetten? Nee. Heb je een strategie? Volg gewoon je eigen strategie. Dat is het. Meer niet. Nou. Nogmaals. In een weekse grafiek, stel. Wat ik net zei, dat de laagste punt is niet doorgebroken. En stel dat Bitcoin deze plekje gaat breken. De volgende volumeplekje zit op $18,000. Dus deze volumeplekje misschien nog met een klein stop. Op de 23.000. Maar het is geen echte scenario voor mij. Maar ik leg het een beetje uit. Als we onder of lager dan lager van deze puntje komen. Als we lager dan deze puntje komen. Hier, vanaf hier naar beneden. Blijven we alleen maar de echte holders. Mensen die wel interesse hebben in het project. Mensen die wel geloven wat Bitcoin betekent. Omdat veel mensen ziet de waarde van Bitcoin in dollars. Als je bijvoorbeeld één Bitcoin hier hebt gekocht.
En vandaag zijn we hier. Je hebt nog steeds 1 bitcoin. Wat slim ben ik, hè? Als je hier 1 bitcoin hebt gekocht en vandaag zijn we hier. Je hebt nog steeds 1 bitcoin. Als je hier beneden hebt gekocht en vandaag zijn we hier. Je hebt nog steeds 1 bitcoin. Wat alleen maar verandert is de waarde of de vergelijking of de verhouding, sorry, met de dollar. Dat is het, meer niet. Dus mijn vraag is, geloof je in het project? Heb je genoeg gelezen over het project? Weet jij wat Bitcoin betekent? Weet je wat de blockchain voor de toekomst betekent? Weet je eigenlijk wat voor technologie is het eigenlijk? Dus ik denk eigenlijk, als je gaat, dat gebeurt ook altijd, hè? Als je hier 1 Bitcoin hebt gekocht en hier ga je verkopen, als je verkoopt, dan gaat die stijgen. Dat gebeurt altijd. En als je koopt, dan gaat het nog verder dalen. Dat noemen ze de Murphy, hoe dat? De Murphy-wet, of de Murphy-regel, zeggen ze in de Spaans. Daarom zeg ik, niet te dom zijn. Ik verwacht geen grote volatiliteit, omdat de ADX in de week zijn gefixeerd onder de ADX. Het is niks 100% zeker. Maar, ik hoor ook over de crypto-winter. Is er een crypto-winter? Ten eerste, het is gewoon winter. Geen crypto-winter. Het is alleen maar winter. Omdat we hebben hier verschillende aandelen. Nasdaq, aandelen van ING. Hebben we zilver. Hebben we ruwe olie. Hebben we hierboven goud. Die ga ik ook in het blauwe lijstje zetten. Dus goud is ook aan dalen. Dus dat is, ja, het is alleen maar crypto winter of is het winter voor alles? En je gaat niet verkopen al mijn portfolio, de hele verspreiding, al mijn werk, urenlang, om een goede verspreiding te krijgen. Een staking hier, een staking daar. Kijk van het hier voor straks ook over staking. Je gaat niet verkopen. Anders ga je gewoon naar euro's of dollar. En wat is dit waard eigenlijk? Als wij in een recessie komen of onze fiat geld gaat ook naar de kloten, het is toch hetzelfde. Je gaat toch naar de kloten met goud, met zilver, met ruwe olie, met aandelen. Je gaat naar de kloten ook met crypto, dus je gaat er ook mee. Het is geen andere oplossing. Misschien is er wel ergens een meme coin die vandaag een 50% stijging heeft gehad. Dat kan, maar dat interesseert mij niet. En zeggen ze dat de gevolgen van melkproducten tekort, dus het tekort van melkproducten en de schaarste die we nu hebben en deze crisis, deze dalingen, de economische crisis, alles wat we vandaag meemaken, zeggen ze dat de schuld is van de oorlog. Ik weet niet of jullie ook een e-mail hebben ontvangen van Google. Als wij hier op YouTube spreken we over de oorlog en zeggen we dat wij helemaal niks van geloven. En gewoon een weigeraar, weet je. Dus als we zeggen van iets anders dan de media zegt, dan kunnen onze video's worden verwijderd of onze content niet vergoed. Dus ik probeer niet te zeggen dat het niet echt is. Ik probeer ook niet te zeggen dat echt is of niet echt, dat interesseert mij niet. Maar wat ik wel kan zeggen is, alle gevolgen wat we nu gewoon met stijging van de prijzen, voedseltekort, schaarste hier, de schaarste daar, met de productieketting die is ook naar de kloten. Dus dat heeft helemaal niks te maken met de oorlog. En het interesseert mij niet als de oorlog echt is of niet. Dat interesseert mij niet. Ik heb eigenlijk wel mijn eigen mening, denk ik. Maanden geleden heb ik al, maand geleden of zo, heb ik al gewoon mijn mening hier gedeeld. Maar de gevolgen van alles wat we nu gewoon zien, het is niet van de oorlog. Het is van de zoveel geld die werd afgedrukt om de pandemie te bestrijden. Dus als een hulpmiddel voor alles, voor alle landen. Kijken. Dit is het? Ja, dit is het. Jezus Christus. Nou. Ze zeggen, hè.
Ze zeggen nee, de schuld is van Poetin of de schuld zijn er van de Chinezen. Ik geef altijd de schuld aan de Chinezen. Maar de schuld is eigenlijk van de centrale banken, van de Fed, dus eigenlijk van de Federal Reserve in Amerika, of ik weet niet hoe dat heet in het Nederlands of in het Engels, van de centrale banken in Europa, of van centrale banken in het algemeen, van degene die de macht hebben om geld af te drukken. En dat zijn, alles begon, als jij dat ziet, het is echt belachelijk. Kijk, we gaan even nog kleiner maken. Nog kleiner. We hebben eigenlijk in die tijd, sinds augustus 86, dat is eigenlijk contant geld, naar mijn verstand, dus M1, het is contant geld. Even kijken, kunnen we even omhoog? Nee, waarom niet? Waarom niet? Nee, we kunnen niet omhoog. Kan dat nou? Oh ja, hier. Ik ben nog niet vers. Maar kijk. We gaan even zo kijken. Bijvoorbeeld, kijk. Maart 1990. Daar hebben we wel met een crisis meegemaakt. En blablabla. Bla, bla. Toen werd een 41% bijgedrukt. Oké. Okay. Daarna hadden we nog te maken voor de crisis in 2008... een totaal van 70% bijgedrukt. Oké, nou kwam de crisis. Daarna met die huizenmarktcrisis ook in 2010. Een 100% bijgemaakt. Wat betekent dat? Als 1 miljoen een doorstroming was, het werd afgedrukt ook 1 miljoen. Dus inflatie van x percentage. Ik ben geen deskundig. Maar ja, tot januari 2020 van 1990 tot januari 2020, het werd 380% bijgedrukt. Dat is in de loop van de jaren, misschien logisch, 30 jaar. Ik zou zeggen van, nou het is wel, je ziet het toch dat het een beetje langzaam is gestegen. Misschien normaal, met de behoeften van de economie. Oké, okay. Maar om een zogenaamde pandemie tegen te kunnen en hulpmiddelen naar alle landen. En nou, moet je kijken, deze grafiek die past niet eens hier. Dus we hebben in maart 2020 tot januari eigenlijk, bijna februari, omdat, nee, april. Het is in 400, om af te ronden, 455% bijgedrukt in de afgelopen 2 jaar. Dus de gevolgen met de schaarste, gevolgen met de hyperinflatie, stagnatie soms, en alle gevolgen, stijging van de voedsel, stijging van de brandstoffen, stijging van alles, en de economische crisis, als een recessie komt, en de hele bevolking gaat naar de kloot, omdat ze helemaal geen centen hebben om iets te gaan kopen, het komt door diegenen die de macht hebben om beslissen hoeveel geld gaan ze afdrukken, wanneer en voor wie. Weet je dus, je vertrouwt niet in Bitcoin, omdat, nou, dat ding gaat misschien dalen, en komen we misschien tot $13.000, weet ik veel wat. Maar je gaat toch naar één ding, naar de dollar bijvoorbeeld, die wordt in een kamertje besloten, hoeveel gaan ze afdrukken, aan wie gaan ze dan geven als eerst, en slaat nergens op. Slaat nergens op. Het is echt een moeilijke beslissing. Je portfolio gewoon zien dalen. 70%, 80%. Dat heb ik ook een keertje gehad in het begin. Dat heeft iedereen tenminste één keer gehad. Gewoon een min 60% in een portfolio. Gelukkig heb ik in de laatste tijd, langer dan 1 jaar, nooit meer gehad. Heb ik wel soms bijvoorbeeld, zoals nu liet ik zien, denk ik een min 17%. Maar dat is voor de hond. Dus kan mij niet schelen. Maar dit zijn de gevolgen. Ik zag ook bij ING, in de ING-app, via de bank, die stond voor vandaag een webinar. De economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Nee, dat is het niet. Maart 2020. En 455% bijgedrukt. Alleen maar contant geld. Maar elke keer dat je gaat een lening aanvragen en je krijgt je nieuwe auto, dat geld bestaat niet. Bestaat alleen maar in de boekhouding van de bank. Totdat, ja, mijn verstand komt tot daar, weet je. Dus
Of ga je een huis van 5 ton kopen? Dus dat geld krijg je niet. Die worden gewoon genoteerd in de boekhouding van je bank. Dus jongens, ga je echt je cryptos verkopen om naar dollar te gaan? Door je stoploss en een daling van... een daling van een 18% te voorkomen. Stoploss gebruiken, dat is prima. Je voorkomt gewoon verlies in de korte termijn. En dat is prima. Ik zit nu met iets meer dan 41% gewoon vrij om beslissingen te maken van wat ga je kopen. Wat heeft misschien een goede patroon? Wat gaan we in? Dus, nou, patch G is ook zo. Dus, weet je, dus het is alles aan dalen. Wat gaan we doen? Dat is de vraag. Ga je geld kopen? Ga je aandelen kopen? Wat ga je doen? Maar ja, als je 100% in de markt zit, dan kan je niks doen. Want anders moet je gewoon nog meer geld van je zak halen om dingetjes te doen. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. We zijn in de markt om geld uit te halen, geen geld in doen. Dus, nou, ik weet niet of het gewoon dadelijk is. Excuses nogmaals door mijn accent. Misschien tekort met de woordkennis eigenlijk. Of tekort van woorden. Maar dat is mijn vraag. Waar ga je je vermogen beschermen? Goud, sowieso. Ik zou gewoon goud kiezen, sowieso. Het is altijd een waardevaste activa geweest. En daar kan je wel van vertrouwen. Maar het is ook aan dalen. Veel mensen in de leeftijd boven de 50 denken van, nou, gewoon in metaal. Dat gebeurt ook als, dat wordt ook gewoon goud waard. In tijden van oorlog en recessie kunnen we ook voedsel, kunnen we ook, maar het is alles aan dalen. Dus we kunnen helemaal niks aan doen. Je kan elke beste YouTuber die komen en zeggen, nou, we gaan even dit en dat en dat en dat. Oké, gaan we gewoon. Maar het is alles aan dalen. En mijn projectie, natuurlijk, dat heb ik nog niet gedaan. Zolang wij. Deze golf is bijna afgerond. We hebben hier te maken met een bullish divergentie die nog niet afgemaakt is. Dus dat betekent dat bestaat nog niet. Dat zien we gewoon van tevoren dat informatie is. Maar het is nog niet afgerond. Dus dat geldt nog niks. Dat zegt nog niks. Er is een bullish divergentie informatie. Dus deze rode golf moet nog donker worden met een bullish directionaliteit. En de ADX, de goede eigenlijk, of het prettig is als ze naar beneden keert. Dat zou goed zijn. Maar het is deze scenario nog niet. Wat ik wel kan zien is de bearish kracht, dus de verkoopkracht, is toegenomen, denk ik. Nee, zeg ik goed? Nee, zeg ik nog. Ik probeer gewoon een nette woord in het Nederlands gebruiken, maar werkte niet. Dus de bearish kracht is gewoon begint de kracht te verliezen. ADX begint ook de kracht te verliezen. Zit boven de punt 23. Dus dat betekent dat de volgende beweging kan ook een beetje volatiel worden. In de grafiek van een eendagse grafiek. Dus het zou nog kunnen dalen. Ja, de huidige data, dus momenteel, is gewoon de kracht naar beneden. Minder kracht dan hier. Dat we zien eigenlijk dat qua volume is minder. En de ADX begint een beetje rond te worden. Maar dat betekent dat de gevaar is helemaal voorbij. Nee. Dat betekent, omdat het bijna afgerond is, dat we moeten gewoon beginnen kopen. Nee. Om een voorspeling te maken voor een dagse grafiek, kunnen we naar een 4 uur grafiek. Jezus. En dat bedoel ik met een keren van negatieve directionaliteit in de ADX en bullish directionaliteit in een monitor. We hebben ook hier te maken met een bullish divergentie in een 4 uur grafiek. Maar als je ziet, de prijzen stijgen niet. Is in een range gekomen. Hier. Dus het gebeurt ook hetzelfde als een paar weken geleden met de dagse grafiek. Dat ik zei, als de monitor de nulpunt raakt en de prijs is niet gestegen, de hoogste kans is naar beneden. Niet letterlijk nemen dat het puntje van de pijl op 26.000 zit. Dat niet letterlijk nemen. Het gaat om de richting. Dus als de nulpunt wordt geraakt, de ADX zegt dat is een beetje kracht omhoog. Maar monitor is ook een beetje bullish. Maar de prijs reageert niet. En tenminste, in een 4 uur grafiek moeten we eigenlijk rond
deze plekje komen. Gebeurt dat niet en de monitor raakt het nulpunt. Uitstappen. Weg. Ga verder dalen. Nogmaals, en misschien duidelijk proberen te maken. Als een monitor een nulpunt raakt en de prijs stijgt niet of komt niet in deze gele box, rent voor je leven weer. Vandaar zeg ik eigenlijk vanaf, even kijken. Vanaf hier, het is volgens mijn strategie wel een invoerpatroon. Is dat wel geweest? Ja, dat kijk, sinds gisteren, die heb ik die Cardano, Ethereum, Polkadot gekocht. Vandaag zit ik eigenlijk wel, heb ik net in het begin van de video gezegd, denk ik een 8% winst. Wacht even. En dan staat dus hier ook. Kijk. Ja, 8. Wacht eens. Nou, het is een beetje gedaald. In het begin van deze video was 8,40. En nu is het 5,44. Maar dat is eigenlijk met deze kleine daling. Omdat ik handel eigenlijk volgens mijn strategie. En hier was een invoerpatroon. Ga ik alles in? Nee. Ik had alleen maar in totaal een 5% van mijn portfolio. Van die andere iets meer dan 40. Van iets meer van 40 dat ik had in fiat, heb ik een 5% gekocht gisteren. Dus, en vandaag heb ik een kleine winst. Maar als ik zie dat de monitor de nulpunt raakt en stijgt niet, ik ga ook dit verkopen. En eigenlijk is het nog niet hoog genoeg om weer een stoploss te plaatsen. Nog niet hoog genoeg. Dat geldt voor... even kijken. Echte voorbeeld. Wacht even. Kijk, Polkadot. Polkadot heb ik hem gisteren gekocht. Met de daling. Dus ik zou zeggen, weet ik veel, als koopprijs. Hier bijvoorbeeld. We kopen nooit een puntje. Misschien wel, maar heb ik niet opgelet welke prijs. Ik had alleen maar gekocht projecten dat ik gewoon leuk vond. Nou, ik zou eigenlijk, als ik nou was, kijk, stel dat ik gisteren op $11 heb gekocht en vandaag zit op 11,46, dan zet ik de stop los of stop limit op 10,40. Ja, er zijn 60 per stuk. Oké, maar stel dat daalt tot 8, dat vreet jij eigenlijk geen daling van een 20% bij, maar je vreet wel een daling van misschien een 3% of zo. Wacht even. Ja, 4-5%. Maar je kan er echt niks anders doen. En nogmaals, kijk, ik opereer per strategie. En vanaf deze punt, iets eerder eigenlijk, omdat de ADX keerde iets eerder. Dus vanaf hier, volgens mijn strategie is kopen. En dat deed ik. Dat heb ik wel gedaan, gewoon kopen. Stoploss zetten, iets onder van de koopprijs. Komt de monitor tot de nulpunt en de prijs blijft hier. Ren van je leven, positie annuleren. En even kijken wat de prijs doet. Of, simpelweg... je stoploss laten zetten. En nou, stel dat de prijs naar beneden zakt, dan ga je automatisch naar stablecoin euro's of weet ik veel wat je hebt. En stijgt de prijs tot de EMA, dan zullen we even kijken hoe is het gestegen met kracht, zonder kracht. En de volgende beslissing nemen om te verkopen of gewoon stoplimit verhogen bijvoorbeeld tot hier. Om tenminste onze kapitaal beschermen, dus de inkoopprijs beschermen. Nou, ik wil de video niet langer maken. Het is eigenlijk veel informatie. Misschien ook een beetje zwaar. Iemand met accent luisteren of zo. Ik krijg ook zelf hoofdpijn van mezelf. Maar misschien vinden jullie gewoon lekker of leuk. YouTube kanalen volgen. Hier is geen sprake van bullish divergentie. Kijken op een DAX grafiek wel. Kijk, dat bedoel ik. Als de rode golf blijft dalen, daar is geen sprake meer over bullish divergentie. Nu nog wel. Nu nog wel. En wat ik kan eigenlijk verwachten, omdat de prijs onder de EMA zit, dat tenminste door de EMA van 10 periodes komt en dalen weer. Dat kan ik wel verwachten. En daar ga ik eigenlijk doen in spot. Ik zit rond de $11 aan ongeveer. Dus mijn verwachting is tussen de 10% winst proberen te pakken. Gaat de beweging de andere kant op, dus mijn verkeerde kant op eigenlijk, door mijn slechte scenario, dan ga ik gewoon automatisch door de stoploss weg. Hoe mooi is dat?
Nee, je kan wel zwanger worden, dat kan. Maar alleen maar als je wil. Ik ging gisteren op rond $11 naar binnen. Oké, je stijgt de prijs tot de EMA van 10 periodes. Oké, hoeveel is dat? Kijk, we gaan even proberen $100. $11 en dan stijgt tot de 10 periodes EMA. Nou prima, het is tussen de 10 en 20% winst. Oké, daar ga ik mijn stoploss zetten, iets hoger van mijn instapprijs. En ik laat de prijs bewegen en zijn eigen wil doen. Ik stijg nog verder door de EMA van 55 perioden. Iedereen blij, iedereen springen, gewoon kava, gewoon open trekken. Maar gaat de beweging de andere kant op, dan ga ik automatisch naar stablecoin en opnieuw een nieuwe positie zoeken met hetzelfde werkkapitaal als hier. Dat geldt voor futures of leverage, of dat geldt ook voor spot. Maar het is een goede strategie om tenminste je werkkapitaal beschermen. Winst draaien komt vanzelf, maar tenminste geen verlies draaien. Dat is de bedoeling, geen verlies draaien en je eigen geld beschermen. Dat hebben jullie gewoon gedaan, denk ik, als jullie mij gehoord hebben. Wanneer was dat? Jeetje, in november. Wacht even, waar zitten we? Hier. Nee. Nee, we zitten in een dag, zeg ik, jeetje. Ja, hier. Ja. Nee. Nou, we zitten in de goud. Ik zat helemaal gek. Wacht even, wat doen we in goud? Ik wou gewoon diep kunnen tikken. Sorry hoor. Nee, we moeten gewoon stoppen. Ik ben er helemaal klaar mee. Kijk, hierboven had ik jullie gewaarschuwd om te verkopen. Dat zeg ik gewoon eerlijk. Het bestaat ook op Telegram, video's. En dat was gewoon gelijk. Ik had gewoon gelijk. Had je niet gedaan, dan had je nog verschillende plekjes om een slechte posities af te sluiten. Verschillende. Vandaag zit je hier. Niet verkopen. Geduld. En laatste informatie. En dat is heel belangrijk. Normaal gesproken adviseer ik geen leverage te doen, dus geen futures. Maar als je toch gaat doen, een goede tip. Het is geen financiële advies, hè? Nogmaals, ik word eigenlijk niet verantwoordelijk van wat je doet. Maar wat is beter, long of short? Ik zou zeggen dat long is veiliger dan een short, omdat je liquidatieprijs zit boven. Stel, ga even scherm delen. Ik heb het niet vergeten. Stel dat je gaat in short. En je hebt je stoplimiet. Je ging bijvoorbeeld 3x of 2x. En je hebt je liquidatieprijs op 70.000. Gaan we zo. Iets boven van de laatste hoogste punt. Gaan we zo doen. Op 70.000. Wacht eens even. Op 70.000 heb je je stoplimiet. Je stoploss. Hier heb je je stoploss. Op 70.000. Je bent in short. Dus je gaat vanaf hier, maakt niet uit. Vanaf deze punt, je bent in short gegaan. Oké. En dan gaat de prijs hier. Maar je pakt helemaal geen winst. Omdat je denkt, je bent gewoon mens. En we zijn zo van binnen. We denken en we hopen dat de prijs gaat nog verder zakken. En je gaat 2x, 3x. Weinig gevaar, dus lagere risico's. Oké. En stel dat morgen gewoon echt een gekke kaars of institutioneel geld ingaat of zo. En dan raak je of gaat de prijs 17% tegen je positie. Je kan meer marge indoen om je stoploss gewoon verhogen. Of je kan gewoon afsluiten in verlies. Maar stel dat de prijs maakt verschillende patronen, zoals bijvoorbeeld dit en dit, en je zit al in verlies. Maar we zijn gewoon mens. Je op deze hoogte sluit je niet, omdat denk je, ik ga echt de goede kant op. De prijs gaat zakken. Stijgt tot hier, zakt weer, en denk je van, de prijs gaat nog zakken. Ik heb nog de tijd om mijn shot af te sluiten. Maar je gaat iedere keer meer marge zetten, dus meer geld insteken, meer geld om je stoploss te verhogen. Dus Bitcoin naar boven heeft geen dak.
Je kan gewoon marge blijven indoen. Je kan gewoon je stoplimit gewoon, of je stoploss, sorry, nog blijven verhogen. Maar Bitcoin boven heeft geen dak. Dus daarom short is zo gevaarlijk. Stel dat jij in long gaat. Oké, je gaat bijvoorbeeld vandaag in long. Ik zou echt niet doen, maar je gaat vandaag in long. Oké. Goeie voorbeeld. Je kan gewoon, en stel dat jij hebt gewoon een stoploss zitten op 20.000. Je bent in 3x, 2x, lager het risico. En je gaat gewoon all in en naar boven. Oké, stel dat de prijs naar beneden zakt en komen we terecht naar de 22.000. Je zou denken van, Jezus, mijn positie wordt geliquideerd. Het loopt eigenlijk hogere risico's. Oké, je zet er meer marge in. Dan wordt je positie bijvoorbeeld tot 6.000. Oké, slechte scenario voor iedereen. Komt Bitcoin tot $13.000. Oké. In een gegeven moment, als je meer kapitaal hebt, en dat geldt niet als jij 100% in de cryptomarkt bent, en stel dat het zo gevaarlijk wordt, de cryptomarkt, je kan zoveel marge insteken met fiat geld, dat je liquidatieprijs komt op nul. Denk jij echt dat de prijs gaat tot nul komen? Denk ik niet. Dus het zou wel maanden duren totdat jij weer op je eigen positie komt. Perfect. Of totdat jij je long gewoon op hetzelfde prijs kunt afsluiten. Maar je kon gewoon marge blijven insteken en de prijs zetten op nul. En dat is echt een totale neutrale verlies. Ik denk echt niet dat Bitcoin gaat nul raken. Dus dit... Here first, Bitcoin is going to zero. Dat gaat niet gebeuren. Dus vandaar dat een long veel beter te verdedigen is dan een short. Omdat het kan bijvoorbeeld hier 2 maanden blijven, maar uiteindelijk komt Bitcoin weer te boven. Dus Bitcoin gaat weer omhoog. En daarna, wel misschien met verlies door de fees, maar eerst zou je wel kunnen afsluiten. Maar met een short, als Bitcoin blijft stijgen, boven heb je geen dak. Dus dat is eigenlijk een goede informatie. Ga je in leverage of in futures... Eerst even leren, eerst even goed informatie of onderzoek, eigen onderzoek maken. En daarna ga je wel in. Maar niet gewoon doen omdat een kennis van een vriend van de buurvrouw dat doet. Nee, het is jouw geld en moet je gewoon 100% weten waar je eigen geld gaat investeren. Nogmaals, video van 1 uur vind ik echt genoeg. Mensen, we zien op een andere video. Bedankt voor het kijken. Niet vergeten een like te geven, dat helpt enorm om gewoon aan meer mensen... deze video laten zien. Bedankt voor het kijken nogmaals en tot de volgende.